Goedendag allemaal, hier zijn we voor filmpje nummer 15 alweer. En we hebben de versterking bijgeroepen, want Diana helpt ons vandaag. Goed, we beginnen met de warming-up en daarvoor mag je rustig op de plek stappen. De bedoeling van de warming-up is dat je het dus ook lekker een beetje warm begint te krijgen. De hartslag mag iets omhoog, maar ren jezelf niet voorbij, want we hebben ook nog kracht en balans. Verder omhoog heffen. Ja, goed. Mag je weer rustig op de plek stappen. Dan blijven we stappen, maar dan mag je de voeten wat verder uit elkaar zetten. En weer terug naar het midden. Doen we nog een keer. Mag je de voeten weer verder uit elkaar zetten. En weer terug naar het midden. Brengen we de hakken richting de billen. Super, mag je weer rustig op de plek stappen. Goed, mag je op de tenen stappen. En dan op de hakken. En weer rustig op de plek. Goed. Ik ga zo meteen wat van jullie reactievermogen. Want wat ik zo meteen ga doen, is als ik rechts zeg, mag je een kwartslag naar rechts draaien. En als ik links zeg, een kwartslag naar links. Maar dat doen we terwijl we op de plek blijven stappen. Ja, daar gaan we. Links. Ietsje sneller op de plek stappen. Daar gaan we weer. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Links. Links. Super. Goed. Mag je de voet even laten staan? Gaan we met de armen doen. Mag je je rechterarm naar voren draaien? Is dit nou gevoelig? Mag je dit voor de borst doen? Ja, dan heb je de linkerarm naar voren. Goed, mag je de armen laten hangen? Gaan we draaien met de bovenlichaam. Stappen. We gaan nogmaals een beetje die hartslag omhoog proberen te krijgen. Volgens mij ging het spelletje van Nes best wel goed, dus dat doen we nog een keer. Dus wederom, als ik links zeg, gaan we een kwartslag naar links. En als ik rechts zeg, kwartslag naar rechts. Ja, daar gaan we. Goed, rechts. Rechts. Links. 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 Goed, we gaan iets sneller dribbelen. Rechts, rechts, links, rechts, links. Ja, we staan allemaal goed. Mooi, goed. Mag je de voeten weer op de grond zetten. Zet de voeten ietsje breder, dan mag je gaan draaien met je heupen. Denk erom, als je een nieuwe heup hebt, niet al te grote rondjes. Ja, mag je de andere kant op draaien.
mooi. Goed, mag je ook met je hoofd rondjes draaien. En de andere kant op. Mooi. Mag je even rustig voor je uitkijken? En dan gaan we door met de verfoefeningen. Oké, okay. We beginnen even met de aloude squat oefening en daar gaan we een aantal variaties op doen. Dus we doen een aantal series, we beginnen makkelijk, maar we gaan hem steeds ietsje moeilijker maken. Dus wat ik wil dat je doet is eerst maar eens even rustig, 10 keer, door de knieën en weer terug. 2, heb je de steun nodig, zorg dat er een stoel voor je staat, eventueel een stoel achter je voor de veiligheid. Je weet ondertussen zelf wat je nodig hebt, denk ik. Ik ben even de tel kwijt, maar volgens mij wordt dit 8. Ja. 9. En 10. En ondertussen hebben we salt en pepper al staan. Ja. Ik zal bijna mee gaan zingen. Maar laten we dat nou eens doen. Oké. We gaan naar beneden en dan blijven we even beneden. Gaan we 1 keer veren. Dus naar beneden. 1 keer veren. En weer omhoog. En dat is 1. Doen we 10 keer. Komt ie. Veren. En weer omhoog. 1. Veren. Omhoog. 2. Omhoog. 3. Omhoog. 4. Veren, 5, inveren, en 6, 7, en doordat we wat langer beneden blijven, moeten die benen harder werken. En dat voel je. 9? Ja. En 10. Praten en tellen tegelijk, altijd lastig. Oké, dat was de tweede serie. Bij de derde serie gaan we een stapje maken. Wat ik wil dat je doet is zijwaarts. We beginnen zo dadelijk naar links. Ik doe het 1 keer voor. Uitstappen. Squat maken. En terug. En dan gaan we naar de andere kant. We beginnen met z'n allen naar links. Komt ie. Uitstap. En terug. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, hartstikke mooi. We laten de benen heel even met rust en we gaan naar de armen. Als je dat wil, mag je 2 flesjes pakken. Oké, we beginnen even makkelijk, stevig gaan staan en we gaan even in een lekker tempo de biceps doen. Als het ene flesje omhoog gaat, gaat het andere flesje naar beneden. Vind je dat lastig, dan mag het op, omste beurten. En wat het mooiste is, dubbel tempo. We gaan echt even die biceps een klein beetje moe maken. Dus ga gewoon door. We hebben er opzwepende muziek bij. Dat zeker. Nog 10 seconden. De laatste. Oké. Nou, de muziek doet ook meteen goed mee, hè? Behoorlijk opzwepende muziek. Of niet? Ja. Oké. We gaan zijwaarts. 1. 2. En als je er zo dadelijk 10 gehad hebben, blijf je boven even hangen. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Omhoog en blijf hangen.
Hou vast. En terug. Nog een keer. Omhoog, hou vast. Nou gaat hij echt zwaar worden. Nog een keer. Omhoog, hou vast. Wordt hij te zwaar, dan ga je gewoon in hetzelfde tempo als net. Dan denk je van, dit kan ik. En als het goed is, word je hier ook lekker een beetje warm van. Zeker. We doen er nog één. En los. Zodat de arm even lekker was. Zet de flesjes maar even voor je neer. Even rustig met de schouders draaien. En even terug. Altijd praten gewoon even te ontspannen tussendoor als je merkt dat je spieren veel gedaan hebben. Oké. Goed. Deze hebben we eerder gedaan. Voor de buik. We gaan een klein stukje naar beneden. Ik zal het aan de zijkant laten zien. We gaan een klein stukje naar beneden. Vind je het lastig om deze houding vast te houden? Mag je ook gaan zitten. En dan ga je indraaien. Probeer erop te letten. Ik ga even weer meedraaien. Draaien jullie gewoon door. Dat je je bovenlichaam verder stil houdt. En dat je alleen die draai maakt. Dus zwaai niet heen en weer. Alleen draaien. En even pauze. Midden. En rustig omhoog. Lekker voor de schuine buikspieren. En natuurlijk moeten stiekem mijn benen ook een beetje werken. Doen we nog een keer. En als je denkt, hey, die wil ik wel een klein beetje zwaarder maken. Dan pak je daarbij de gewichtjes. Dus. Arm in de houding. Hartstikke mooi. Flesjes mogen weer aan de kant. Even mijn plek weer zoeken. We gaan nog even de benen aan de zijkant pakken. Als het nodig is, pak even een stoel voor je. Ja, dus zet even de stoel voor je als je denkt van nou, dat kan ik zo ook wel. De bedoeling is dat we zo dadelijk mooi rechtop blijven staan. En met het been zijwaarts gaan. En ik doe hem nu met rechts voor, maar we beginnen als altijd met links. Komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5. En we gaan meteen door zo dadelijk met de andere kant. 7, 8, 9, 10. Andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, we gaan hem zo dadelijk andersom doen. En dan bedoel ik niet om te... We beginnen weer met links en in plaats van dat we het been omhoog brengen, beginnen we vanuit hier en gaan het been naar beneden brengen. Komt er dus ook een beetje balans bij, dus pak even iets om vast te houden. Dat doe ik ook. Want ik weet zeker dat het anders misgaat. Dat ik de balans even niet heb. Dus, been zijwaarts. Goed rechtop, komt-ie. Klein stukje in. 1, 2, 3. Nou wordt hij een stuk zwaarder. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere been, meteen door. Dus... vasthouden, komt ie. Kleine stukjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Voelen we het? Zeker. Mooi, daar doe ik het voor.
We doen nog een klein beetje saus op ons, zal ik zeggen, toetje. Mijn laatste. Oftewel, nog één serie. Ook weer. Benen omhoog. En rustig klein stukje naar beneden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere kant. Omhoog. En kleine beweging. 1, 2, 3. Wat is het? Ik begon al. 5, dat mag. Moet je er eentje extra. 7, 8, 9 en 10. Oké. Goed gewerkt. Klap maar even op de billen. Dat is altijd prettig. Hartstikke goed. Voor de eerste keer. Diana. Heb je het nodig? Laat maar staan. Goed, daar gaan we voor de balans. We beginnen eventjes met heel gemakkelijk op één been staan. Je mag je vasthouden, maar je mag ook gewoon blijven staan en geen handen vasthouden. Richt je ogen op één punt en probeer op één been te staan. We gaan het proberen zo lang mogelijk vol te houden met een maximum van 10 seconden. Oké, dan gaan we even wisselen van been. Nog 2, 1 en zet hem maar weer even neer. We gaan deze een stapje moeilijker maken. Je gaat je been wat hoger optillen en tikt met je hand 5 keer je knie aan. Als je met één hand je stoel vasthoudt, mag je met je andere hand aantikken. En we wisselen na 5 keer weer van been. Daar gaan we. Oké, we gaan hetzelfde nog een keer weer doen. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. En wisselen. En 5. Heel goed. Goed, nu gaan we weer op één been staan en je gaat je been voor en achter aantikken. Voor en achter. Niet te snel, we gaan dit 10 keer doen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En zorg dat je niet echt op je been gaat staan als je aantikt. Dan gaan we met het andere been. Die zet je een stukje voor je neer. Als je je stoel nodig bent,
gebruik je die. Je gaat op één been staan en je probeert om je flesje op te pakken van de grond. Lukt het niet om hem op te pakken, mag je hem ook proberen aan te tikken. We doen hem nog twee keer. En dat had ik ook. Deze is moeilijk, Diana. Ja, maar je mag hem ook aantikken. En je mag een stoel vasthouden. Ja. Oké, we wisselen even weer van been. Dit zijn uitdagingen, hè? Dit is beter. Dit is mijn focusbeen. Ik zeg het en ik val op. Gewoon blijven proberen, Chantal. Dat doe ik. We doen het nog één keer. Oké, mag je het flesje weer even aan de kant zetten? Goed. De volgende. Mag je weer op één been gaan staan? Als je dan op één been staat, dan tel ik tot drie. En op drie probeer je zo snel mogelijk van been te wisselen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Heel goed, jullie zijn goed bezig. We gaan door. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan gaan we nog één keer voor de laatste keer. 1, 2, 3. Heel goed. En weer even de benen neerzetten. Nou, wat denken jullie? Willen jullie er nog meer? Nou, ik wil wel even rekken en strekken. Gaan we dat doen. Tijd voor de cooling down. We beginnen even, we rekken ons helemaal uit. Maak je me helemaal lang. Je mag zelfs op je tenen gaan staan. Adem diep in en als je uitademt mag je helemaal omlaag zakken. En dan gaan we nog een keer. Dit doen we nog één keer. Oké, één arm boven je hoofd. Lukt dat niet met je arm, dan mag je je arm ook gewoon omlaag houden. En we gaan als een halve maan opzij rekken. Raak het diep in- en uitademen. En we gaan naar de andere kant. En weer terug naar het midden. Armen even losschudden. En dan gaan we nog even een oefening doen die favoriet is bij veel van jullie. Want we gaan even lekker rondslingeren met de armen. Dit kan ik de hele dag doen. Ja. Succes! Lekker af. Goed, we zetten de benen even wat wijder. Tenen wijzen naar voren, hakken wijzen naar achteren. En we gaan op ons ene been leunen. We houden dit ongeveer 10 seconden vol. En wisselen van kant. Jullie hebben hartstikke goed je best gedaan vandaag. Blijf zo doorgaan. En weer terug. Eén been voor, één been achter. En we gaan iets meer druk op het voorste been zetten. Haak op de grond, hè, zodat je lekker de kuiten rekt. Probeer je voet zo min mogelijk schuin te zetten, de achterste. Dan rek je je kuit ook nog iets beter. En we wisselen. Ook hierbij, als je evenwichtsteun nodig bent, pak gerust iets vast. Loslaten, schud je benen maar even lekker uit. Zo. Nou, lekker bezig geweest. Tot de volgende keer.